Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 26 oktober. Er is veel bewolking boven Nederland en heel lokaal valt er nog een spatje motregen. Verder is het ook nevelig. Vanmiddag kan de zon geleidelijk aan doorbreken in het zuiden, maar veel stelt het niet voor. De bewolking blijft overheersen, zo ook vanochtend. Het is dan een graad of 13. Vanmiddag kan het evengoed nog zo'n 16 tot lokaal 17 graden worden. Een spatje regen. De kans is erg klein, maar niet uitgesloten. En wat de wind betreft, die is overwegend matig uit het westen of zuidwesten en gaat vanavond geleidelijk aan via west naar noordwest draaien. Er is ook vanavond veel bewolking en de temperatuur ligt dan rond de 14 graden. Vannacht kan er al een enkele bui vallen. Morgen ook een paar buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan zo'n 13 tot 14 graden en er staat een matige aan zee soms krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 4 tot 6. Het weekende verloopt wisselvallig. De west-noordwestenwind -noord blijft doorstaan en de aangevoerde lucht wordt steeds kouder. Zaterdag wordt het zo'n 12 tot 14 graden. Zondag blijven de maxima steken tussen de 11 en de 12 graden. Er vallen dan een aantal buien en het waait stevig. In het waddengebied is kans op een stormachtige wind zondag.